De gemeente Vught had geen drank- en horecavergunning aan Marcelino Santiago mogen weigeren. Dat is de mening van de voorzieningsrechter in Den Bosch. De gemeente weigerde Marcelino de vergunning om een oud strafblad en recente verdenkingen. De uitspraak van de voorzieningsrechter betekent echter niet dat de vergunning aan de horecaondernemer verleend moet worden. De rechter heeft de gemeente de kans gegeven om beter te motiveren waarom die recente verdenkingen en het oude strafblad aanleiding vormen voor een weigering. Een juridisch medewerker van de gemeente Vught legde voor de rechter uit dat het oude strafblad in principe geen reden is voor de weigering van de vergunning, maar wel in combinatie van recentere verdenkingen van fraude en bezit van een stroomstootwapen. De gemeente heeft 2 weken de tijd om de motieven voor de weigering van de uitgifte van de vergunning aan te vullen.